Vandaag ben ik samen met Ties, Devin en Tim in Portugal om een aantal vette verlaten locaties te bezoeken. Maar voordat we daarheen gaan, checken we onszelf eerst in onze verblijfsplaats. Nou, deze man helpt ons even om te parkeren in onze privéparking. Het kan gewoon niet sicker. Nou, dit is echt sick. We hebben hier echt een of ander Grand Theft Auto-huis of zo. Dit is zo immens groot. Waar staat het op? Gast. Waar staat het op? Dit is een villa, gast. En dit hebben we dus allemaal voor 36 euro per nacht. Niet normaal. Maar je hebt gewoon je eigen badkamer. Heeft iedereen zijn eigen badkamer? Nee, badkamer. Nee. Nou, we hadden deze kamer hier dus. Hier is gewoon nog een kamer. Met uitzicht weer op zee en shit. Ongelooflijk, man. Nou, hier beneden de eettafel. Hier is nog een kamer. Moet je kijken. En hier beneden is vooral het allerziekste. Hier de woonkamer. Hier nog meer woonkamer. Ja, we hebben een tuin, man. We hebben een privé zwembad, pik. Hier zo is ons privé zwembad. Dat hebben we er ook nog maar eens even bij gekregen. Nou jongens en meisjes, als ik jullie nu niet heb overtuigd om in plaats van in de zomer gewoon in januari, februari, maart op vakantie te nemen, nou dan weet ik het ook niet meer. Voor 36 euro per nacht hadden wij deze enorme villa kunnen huren. In de zomer kost het minimaal een paar honderd euro. Dus dat voelde wel even lekker. Maar nu was het de volgende dag en gingen we eindelijk naar de verlaten locatie toe. Oké, dan mensen. Ik ben even vroeg op, dus we hebben gisteren een heel leuk avondje gehad. We zijn wat gaan drinken en we zijn nog naar een verlaten hotelresort gegaan die we zeg maar ook in de middag hadden bezocht. Ik ben even stilgestaan, want ik kom hier dus langs het strand opgereden. En ik dacht eigenlijk van, waarom zou ik niet even gewoon uitstappen en gewoon even lekker een ochtendwandelingetje maken op het strand? Kan nooit kwaad, toch? Een ochtendwandelingetje is altijd nice. Het grappige zelfs is, jawel mensen, vanaf 2 januari ben ik dit dus gewoon elke dag aan het doen. Ik heb in 2018 heel veel gedaan, maar mijn goede voornemen was om in 2019 nog meer te doen. Hoe kun je simpelweg meer doen? Zorgen dat je meer tijd hebt in een dag. Dus ik besloot om elke dag vroeger op te gaan staan. Ik zet nu elke dag om 5 voor 7 ochtends mijn wekker. Dan ga ik even douchen, dan drink ik wat water. Dan maak ik een ochtendwandeling van eigenlijk maar een kwartiertje. Het hoeft niet heel intensief te zijn, maar het gaat erom dat ik even in beweging ben. Er wat zuurstof naar mijn hoofd komt. En daarna ga ik standaard ontbijten en ga ik al gewoon gelijk aan het werk. En meestal zit ik dan gewoon om 8 uur ochtends voor mijn computer. En heb ik de hele dag nog voor me, veel meer rust aan mijn hoofd. En kan ik gewoon lekker veel werken. Maar ik ben weer veel te veel aan het praten. Deze video gaat natuurlijk om een verlaten locatie. Dus nadat ik een ochtendwandeling maakte op het strand en even liggend genoot van het zonnetje, reed ik terug naar de boys. Want wij gingen weer op zoek naar een nieuw avontuur. Een paar uurtjes later, we zijn met z'n allen, we zijn allemaal wakker en klaar voor een nieuwe dag. We rijden even naar de stad toe en weet je wat we tegenkomen? Het is bijna niet te geloven, maar we rijden langs een enorm verlaten pand. Ik weet niet eens wat dit was. Waarschijnlijk een compleet appartementencomplex, denk ik. Ik denk dat de Portugese bevolking hier gewoon appartementjes kon afhuren. Maar het staat helemaal leeg. We rijden er net langs. En we gaan natuurlijk naar binnen toe om alles te checken. Omdat het zo'n supergroot gebouw was, leek het onslim om onszelf op te splitsen. Tim en Devin gingen naar het bovenste gedeelte van het gebouw. En Ties en ik zouden de kelders bezoeken. Oké, Def, wij gaan even wat flippies gooien. Ik kom naar boven, wij gaan via die kant. Is helemaal goed, man. Ik zie jullie boven. Samen met Ties ging ik dus het gebouw in. En als allereerste zouden wij naar de kelders gaan van dit verlaten appartementencomplex. En daar gaan we. We zetten onze allereerste stappen in dit verlaten appartementencomplex of hotel of wat het ook is. Het is in ieder geval een enorm groot gebouw en daarom leek het ons ook slim om dus op te splitsen. Tim en Devin zijn daarom naar boven toe om daar allemaal vette vriegentricks uit te halen. Dus heb jij na deze video nou zin om dat te gaan kijken, kun je dat natuurlijk altijd doen via de link in de beschrijving. Robert, ja. Wie zou nou pizza eten hier? Ja, ik denk een dakloos iemand, man. Jezus. Want ook deze plek zal natuurlijk waarschijnlijk wel populair zijn onder de daklozen. En dit was dan ook de perfecte plek waar daklozen konden zitten. We moesten vandaag dus erg goed op onze hoede zijn. Oké, hier moeten we even gaan oppassen. Er zitten dus van zulke gaten hier in dit gebouw. En hier wil je niet naar beneden vallen. Dus we moeten even goed oppassen waar we lopen. En ondertussen zien we echt enorme gang hier. Nou Ties, exploring time. En daar gingen we dan, de kelder in. Ik was benieuwd wat we hier allemaal zouden aantreffen. En dit zal de trap zijn naar de kelder toe. Oké, dit ziet er echt fucking creepy uit. Van buiten zag dit er echt best wel mooi en vredelievend uit, moet ik zeggen. Maar hier in de kelder ziet het er toch wel even wat anders uit, moet ik zeggen hoor. Oké, ik ga nu in mijn eentje de kelder in. Dus even kijken wat we hier allemaal kunnen ontdekken.
Hoi, joh, wat is dat dan? Ik denk dat dit de liftmotor is, man. Hier gingen die kabels aan. Oh, echt ja? Inderdaad, dit zou waarschijnlijk de motor zijn geweest inderdaad voor de lift. Wat je zegt, ja, dan gingen hier al die kabels heen. Wat je altijd ziet, die enorme dikke hoeveelheden kabels. En dit draaide dan rond, waardoor dit weer ronddraaide. En zo werd dan die lift op omhoog en naar beneden getrokken. We zitten nu op een van de bovenste verdiepingen. En hier heb je dus weer allerlei kamers. Kijk, de kasten waren hier wel al ingezet. Dat werd wel in ieder geval al gedaan. Dus staat er al een deur. Die zouden erin moeten worden gezet, denk ik. Ze waren dus echt nog bezig met de bouw. En kijk, hier hadden ze de badkamer bijvoorbeeld wel al bijna af. De wasbakken zaten erin. De wastafel stond er. De wc was er half neergezet. Zoals jullie achter mij kunnen zien, waren de kranen er nog niet ingezet. En dat wijst er echt op dat ze nog volop bezig waren met de bouw. In Vietnam ben ik ook zo een keer een villawijk tegengekomen met meer dan 100 miljoen euro aan waarde van lege villa's. Dat was ook zo'n project wat is geflopt. Dan bouwen ze alles en op het laatste moment hebben ze iets misgerekend en is er geen geld meer en gaat het niet meer door. Ik vind het altijd zo zonde om te zien, want er zijn zoveel mensen op de wereld en het klinkt misschien wat cliché, die helemaal geen geld hebben, die snakken naar eten en drinken en dan worden er hier gewoon zulke enorme panden gebouwd waar miljoenen in worden gestopt. En op het laatste moment, oh, we hebben toch geen geld meer, we stoppen ermee en al dat geld is gewoon voor niks geweest. Honderdduizenden euro's zijn weer verloren gegaan aan dit mislukte project. Terwijl er aan de andere kant ook mensen zijn zonder enig geld. En die gebruiken dit verlaten gebouw weer als hun onderdak. Oh, kijk. Hier ligt een fles Red Label. Dat is volgens mij, als ik het goed zeg, is dat whisky. Misschien heeft hier dan wel iemand gezeten die dakloos is. Ik zie hier ook overal allerlei pakjes peuken, onderbroek hier. En zelfs een Nokia. Moet je eens kijken, joh. Een Alcatel bedoel ik, maar dit is echt zo'n oud klein mobieltje. En hier zoals een A4'tje met allemaal tekst in het Portugees. Maar als iemand Portugees kan van jullie, laat even in de reacties weten wat hier zo staat. Ik zal het eens even goed leggen, zodat jullie het ook dan echt kunnen lezen natuurlijk. Dus even kijken hoor. Hier staat de Albufeira, dat is ook waar we nu zijn. Restauranto, oh. Misschien zijn dit wel papieren van hier, dat dit misschien wel deels een restaurant moest worden vroeger. En misschien dat al die kamers wel hotelkamers zijn geweest. Dat kan ook nog altijd. Misschien was dit wel het hele plan of zo van dit gebouw. Wat dit moest worden. En in de kamers hiernaast vond ik nog veel meer overblijfselen. Die erop duiden dat dit gebouw werd gebruikt door mensen die dakloos zijn. Kijk, hier zo vinden we ook een doos met allemaal kleren die waarschijnlijk van die zwerver zijn geweest. En hier zelfs een sleutel. Er staat iets op. La Bella Visita. Geen idee, maar ik laat hem even lekker hier liggen, want wij kunnen er toch weinig mee. Misschien is het dan een gestolen sleutel van een huis of zo. Dat zou natuurlijk ook goed kunnen. Ik weet het niet. Ik leg hem gewoon weer terug. Het blijft gek om te zien. Een gebouw waar los van het geld ook gewoon zoveel werk in zit. En die helemaal niet wordt gebruikt. Er waren daarom ook weinig oude overblijfselen meer te vinden. Maar gelukkig vonden we nog wel de restaurantzaal. Ik sta hier op dit moment in een zaal waar je echt een heel gek geluid hebt. Ik hoop dat jullie het op de camera horen. Maar ik hoor mezelf echt alsof ik in een microfoon praat en echt voor een hele zaal sta of zo. Waarschijnlijk was dit vroeger het restaurant van het hotel. En kon je onder deze koepel dus lekker een hapje eten. Dat was het avontuur weer voor vandaag. We hebben de hele locatie geëxploreerd. Ik vond het mega vet. We zijn uiteindelijk zelfs op het dak gekomen. Dit was fucking dik. Druk hieronder op de rode knop en mis geen één avontuur. Ik reis de hele wereld rond op zoek naar de ziekste avonturen. Israël, Marokko, Afrika. Ik ga erheen en ik neem jullie mee. Laat even een blauw duimpje achter op deze video. En laat natuurlijk even in de reacties weten wat jullie vonden van dit avontuur. En daarnaast in de beschrijving kunnen jullie de linkjes vinden van de kanalen van The Boys From Make Was. Hun hebben hier ook een video over gemaakt en daar zie je weer andere beelden. Dus wil je dat checken, dan kijk dan even hun kanaal. Ik ga naar het hek toe, daar gaan we eroverheen klimmen. En tot het volgende avontuur.